Hey beste fans van iModify, welkom terug voor een nieuwe review van een controller die we gemaakt hebben. Dit is voor een vriend van ons die wou graag een Deadpool controller. Ik weet niet of jullie bekend zijn met de character Deadpool, heel vet superheld. En hoe zijn pak eruit ziet is eigenlijk zoals deze controller eruit ziet. Hij heeft een rode masker met zwarte zijkanten en witte ogen. En we hebben dat zoveel mogelijk geprobeerd terug te laten komen op de controller. Als het thema van de controller. Wat jullie hier zien is een glanzend Xbox 360 controller. We hebben helaas geen batterijen, dus ik kan niet laten zien. Maar er zitten rode LED's op. Witte thumbsticks, PlayStation 3 thumbsticks. D-pad is rood. De rode experience buttons. Doen we graag. En voor de rest, dit is een glanzend parelmoer zwart controller. Het ziet er een beetje grijs uit, maar het is, dat komt door de parelmoer is. Als het licht erop valt, dan... jongens, wat een glans is dit. Jullie kunnen mijn camera hier op de controller zelf terugzien. Dat is niet de bedoeling, ik zal hem wel even zo hier neerzetten. Heel vet controller, heel leuk om te maken. Ik zal het even kort houden, omdat ik ook een andere controller wil laten zien die we deze week gemaakt hebben. Het gaat als een speer, jongens. Jullie blijven bestellen, maar ik zal, nou ja, dit was dus de Deadpool controller, heel vet. Controller spreekt voor zich. Heel leuk om te maken met het glanzende laag uiteraard. En we hebben dus ook nog een PlayStation controller. En deze is van een jongen die wel graag dat de controller helemaal metallic zwart was. Hebben we gedaan. En wat hij ook wou is dat het controller lichter werd gemaakt door de rumble packs eruit te halen. Naar mijn mening, ja, het is heel vet. Ik heb hem nog nooit eerder gehad. En het is heel erg licht, waardoor de controller heel erg, zeg maar, nou ja, je voelt die druk niet meer op je handen. Ja, niet zozeer dat het zwaar is, zwaarder is als die wel erin zitten, maar het is gewoon, op een of andere manier is het wel wat chiller. Maar goed, iedereen heeft zo zijn smaak. Wat je hier ziet is gewoon een controller die alle onderdelen zijn allemaal metallic zwart. Alles is metallic zwart. Zoals de achterkant. En er zit toch weer een glanslaag overheen. Jullie houden van glans, dus wij leveren. En hij wou graag de groene thumbsticks om het speciaal te laten zijn. We hebben de LED's. We hebben eentje rood gelaten, want dat wou hij ook. Hij zei van, nou ja, ik wil wel zeg maar dat de vierde speler een rode LED heeft. Geen idee, vraag me niet waarom, ik weet niet. Maar nou ja, jullie vragen, wij leveren. Drie LED's zijn groen, zoals je kan zien hier. En eentje rood dus. De schouderknoppen allemaal metallic zwart. Alle knoppen is metallic zwart. En de thumbsticks dus groen. Heel vet controller, heel leuk om te maken. Iets nieuws, heel vet. Vond je deze controllers vet? Laat een like achter, laat een comment achter van... wat jullie van deze video's vinden. Jongens, check onze Twitter. Volg ons via Twitter, volg ons via Facebook. Geef een like via Facebook. En hou het in de gaten voor de nodige kortingscodes. En wat kan ik zeggen? Dank voor al de animo. En wij zien jullie de volgende keer.